Een hele goede morgen. Het is 28 februari 2017, 10:30. Volgens de agenda tijd voor ons webinar over Adaptive Threat Prevention. Dat is een nieuwe module voor McAfee Endpoint Security 10. In dit geval Endpoint Security 10.5. Dat is de laatste versie. Mijn naam is Jeroen Henske. Ik ben vandaag spreker. Mijn rol binnen Dearbytes is product manager, vooral op het gebied van endpoint. Dus ik houd me bezig met ons portfolio op het endpoint vlak. Voornamelijk in de strijd tegen moderne malware. Het is toch wel een onderwerp dat veel van onze klanten bezighouden. We hebben de afgelopen tijd Endpoint Security 10 omarmd als onze standaard endpoint security product. En deze nieuwe ontwikkeling met Adaptive Threat Prevention stelt ons in staat om nog beter malware, als ransomware bijvoorbeeld, te bestrijden. We hebben dat veelvuldig verteld in persoonlijke gesprekken, maar zo'n webinar is natuurlijk een fijn middel om een wat groter publiek te bereiken. Dus vandaar vandaag deze voorstelling. Vragen stellen kan altijd, dat kan in dit geval schriftelijk. Via de chatfunctie van de GoToWebinar app. Je kunt je vragen stellen wanneer je wil. We zullen die aan het eind van de presentatie even beantwoorden. Mochten het te veel vragen zijn, dan beantwoorden we die alsnog per mail. Goed. Even over op de orde van de dag. NS10, wat is het nou ook alweer? We hebben daar eerder webinars over gegeven. Daarin uitgebreid uitgelegd wat het nieuwe Endpoint Security product is, doet en wat de eigenschappen zijn. Belangrijkste is eigenlijk dat het een aantal traditionele producten vervangt. Denk dan aan Virus Scan Enterprise van McAfee. Denk dan aan Host Intrusion Prevention. Denk aan een Site Advisor. Die producten heb je niet allemaal meer los nodig als je het NS10 product adopteert. Oké, terug waar we waren. NS10, het nieuwe McAfee Endpoint Protection Platform. Is eigenlijk opgemaakt om verbetering te boeken op meerdere vlakken. Enerzijds op het gebied van scanning, detectie. En anderzijds op het gebied van performance. Op het vlak van systeemresources, et cetera. Het begint eigenlijk in de onderlaag door een aantal kernmodules beschikbaar te stellen aan modules. We hebben het dan over de common components en over de kernel mode drivers. Het zijn eigenlijk generieke services die gebruikt kunnen worden door allerlei security onderdelen. Bijvoorbeeld voorheen had HIP zijn eigen Onexa scanner en had VSE zijn eigen Onexa scanner. Die werden allebei in het geheugen geladen en daardoor dus onnodig deel overhead. Binnen ENS10 is dat geconsolideerd. Die common components en de kernel mode drivers die staan centraal. En daarbovenop draaien verschillende modules, zoals je hier in beeld ziet. ENS10 beschikt in de basis over threat prevention, de firewall en web control. En die eerste drie modules bij elkaar, die zijn inbegrepen. Die vervangen dus, zoals gezegd, de traditionele spullen van McAfee, VSE, Host Intrusion Prevention, Site Advisor en de Host Firewall. Dat zit er allemaal bij in. Additionele modules zijn echter ook beschikbaar binnen dit nieuwe platform. En één daarvan is Adaptive Threat Prevention. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar ook voor toekomstige modules kan dit platform gebruikt worden om functionaliteit uit te breiden. Dus er is zeer waarschijnlijk meer op komst en daar zullen we destijds ook over berichten. Dan aan de bovenkant vindt eigenlijk de communicatie plaats richting e-policy orchestrator. Dus het product is wat dat betreft net zo te beheren als de traditionele tools. Via EPO verandert eigenlijk vrij weinig. En daardoor is de leercurve, om het zo maar te noemen, heel klein. Omdat je via vertrouwde policy wijzigingen binnen EPO exact hetzelfde kunt doen binnen ENS10. Als dat je gewend was bij bijvoorbeeld VSE. Goed, we hebben
tegenwoordig toch wel een malware-uitdaging. Als we de rapportages van verschillende partijen moeten geloven, krijgen we met z'n allen globaal gezien maandelijks tot zo'n 12 miljoen nieuwe varianten malware voor ons kiezen. Dat is best wel behoorlijk veel natuurlijk. Dat zorgt ook voor de nodige problemen. Als je kijkt naar traditionele anti-malware tools, zijn we maar voor zo'n 30% effectief als we het puur op basis van signatures gaan detecteren. Dat wil zeggen, we weten dat dit een bekend kwaadaardig programma is en dat willen we blokkeren. Dan zijn er wat additionele technieken, Cloud Lookup functionaliteit, Access Protection Rules. Als je in ieder geval proactief je omgeving bijhoudt dagelijks, dan kun je daar absoluut nog een verschil in maken. Maar dan nog, als je het PureSec op moderne nieuwe zero-day malware bekijkt, kun je maximaal een beschermingsgraad van 50% bereiken. Dat wil zeggen dat je een kwetsbare zone hebt van die andere 50%. Dat is natuurlijk niet acceptabel. Dat betekent dat je in 1 op de 2 gevallen toch de pineut bent en dat je uitgebreide herstelwerkzaamheden, backups moet terughalen, dat je potentieel data lekt, je continuïteit komt in het geding. Kortom, dat is gewoon heel vervelend en je hebt beschermingssoftware, maar dat is niet voldoende. Met Adaptive Threat Prevention, de nieuwe module binnen NS10, je ziet hem hier in beeld. Dus we hebben de eerste 3 zijn inbegrepen in de basisfunctionaliteit. Mocht je binnen NS10.5 Adaptive Threat Prevention installeren, dan ziet dat er zo uit. Het is een optionele, additionele module binnen NS10 en hoger. Dus hij komt er bovenop. Hij is niet in de basis inbegrepen, maar daar zal een extra bedrag voor betaald moeten worden. Het voorkomt schadelijke handelingen van applicatie met een onbekende reputatie. Dus je kunt files die nog nooit eerder in de wereld gezien zijn. Hè, je kunt natuurlijk bij de cloud te raden gaan van GPI, heb je dit bestand elders gezien in de wereld. Je kunt het aan VirusTotal linken. Kun je het ook aan vragen, maar het komt wel eens voor dat het echt nieuwe malware is en dat niemand hem elders in de wereld nog heeft gezien. Op dat moment kun je met Adaptive Threat Prevention bepaalde rules uitoefenen om in ieder geval te bewaken dat die applicatie niet over de schreef gaat qua gedrag. Dus als hij typische handelingen laat zien die bij bijvoorbeeld encryptie horen en hij is onbekend, dan zal dat gewoon niet toegestaan worden. Er zit een stukje machine learning techniek in verwerkt, dat heet Real Protect. Het is eigenlijk een geavanceerde manier om data, metadata van incidenten te verzamelen en op basis daarvan op een duur verdacht gedrag steeds beter te leren herkennen. En op het endpoint zelf, zonder dat je daar sandboxes voor nodig hebt, al redelijk goed in staat bent om verdachte gedragingen te blokkeren. En tot slot maakt deze module gebruik van de Threat Intelligence Exchange technologie. Dat is een lokale reputatiedatabase die je kunt implementeren in je netwerk. Om zodoende voor jou relevante dreigingen steeds beter te kunnen identificeren. Beste indruk krijg je door het product in actie te zien. Dus we switchen even over naar een virtuele machine. Die ik heb voorbereid. We hebben hier een machine met nog de traditionele VirusScan Enterprise. Je kunt hem hier zien. Voor velen van jullie een welbekend stukje software. Ik heb daar ook wat documenten op verzameld. Hele generieke documenten. Bijvoorbeeld hier een dokje. Allemaal prima te bekijken. En ik heb een nieuwe familie cryptoware gegenereerd, die feitelijk echt zero-day is. Het is nog nergens uitgevoerd op de wereld. Dus een signature kan daar niet van zijn. En als ik dat op deze machine uitvoer, dan krijg je een welbekend
scherm in beeld, althans voor sommigen van jullie. Dit is een typisch cryptoware bericht van goh, we hebben je bestanden gegijzeld. Je hebt hier je eigen persoonlijke code, die kan je opsturen. En als je dan tegelijkertijd een flink bedrag in bitcoins betaalt, dan krijg je je bestanden terug. Nou, in dit geval denk je van, nou, wat heeft hij dan gedaan? We gaan naar onze bestanden en we zien dat ze allemaal een .lock extensie hebben gekregen. Dus als ik die probeer te openen, dan kan ik er niet bij, want dat is geen applicatie die die extensie kent. Als je denkt van, nou, het zal wel, ik geloof het niet, ik verander de extensie. Dan kan ik hem dan weer openen. Ja, dan krijg je dus een document terug dat niet heel veel meer duidelijk maakt. Dus ja, in dit geval met pure signature-based detectie heb ik een probleem. Mijn bestanden zijn geïncrypteerd. Ik heb nog een systeem. Systeem met daarop NS10. Met geactiveerd de Adaptive Threat Prevention module. Ook daar heb ik die samples. En als ik die uitvoer, dan slordig geprogrammeerd van de malwaremaker, dan zegt hij dat something went wrong en dat hij moet stoppen. Nou, ja, ik ben nog niet helemaal zeker of mijn bestanden wel veilig zijn, maar er is verder zo te zien niks gebeurd. En ik kan al mijn bestanden gelukkig gewoon openen en ze zijn niet geïncrypteerd. Dus die aanvullende technologie, die kan blijkbaar bepalen dat het gedrag dat hier vertoond wordt van dit bestand, dat dus geen reputatie heeft, hè, onbekende file, dat het gedrag dat hij vertoont, dat het niet door de beugel kan. En het maakt niet uit welke sample ik klik, het wordt in ieder geval gestopt. En dat kun je ook zien in de event log. We hebben hier exact staan wat er gebeurd is. Even kijken of er nog interessante data uitvalt op te maken. Nou, je ziet dat hij bepaald gedrag vertoont, waardoor hij op basis van het vertoonde gedrag geblokkeerd is door de Adaptive Threat Prevention. Anyways, de boodschap is duidelijk. Op dit systeem werkt precies dezelfde zero-day malware, werkt niet, waar het op het systeem met VirusScan Enterprise gewoon zijn gang kon gaan. Het is toch wel heel prettig om te weten dat het ook werkt. Als we dan gaan kijken naar de next steps. We hebben het nu geblokkeerd, maar eigenlijk moet je dat systeem dus zien als een systeem dat geïnfecteerd zou kunnen worden. En je wil eigenlijk dat die bestanden met soortgelijke eigenschappen in de toekomst bij voorbaat, hè, voordat het gedownload wordt, dus dat het überhaupt niet op je systeem komt, dat het gepakt kan worden. Nou, wat je kunt doen, hè, we hangen hier bij Deerbyte de Threat Defense Lifecycle aan. Dat staat eigenlijk uit drie processen. Protect, Detect en Correct, waarbij Protect vooral je preventieve maatregelen zijn. En daarbij kijk je gewoon naar de drie modules binnen NS10. Dus Threat Prevention met Host Intrusion Prevention erin. Je Host Firewall en je Web Control, waarmee je malicious URL's en andere verdachte scripts kan stoppen. Dan heb je je detectieve tooling. En dat is waar Adaptive Threat Protection zich sterk maakt. Die kan detecteren dat er dus zaken spelen die niet in orde zijn. Daar kun je dan alsnog op acteren. Feitelijk betekent het dat juist die data die bij die detectie naar voren komt, dat die heel waardevol is om je herstelproces, dus je correctfase, om dat te versnellen. Natuurlijk hebben wij hier bij Deerbyte in onze managed services een incident response team. Dat kan helpen om eventuele signalen van infectie of schade door infectie te herstellen. Er zijn ook tools voor die het herstelproces voor een groot deel kunnen automatiseren. Eigenlijk is het belangrijkst om zo min mogelijk
bezig te zijn met die correctieve fase. Dus als je bijvoorbeeld de Threat Intelligence Server pakt, hè, die lokale reputatiedatabase, daarin kun je allerlei informatie verzamelen over ja, wat er tijdens zo'n incident gebeurd is. Dus welke gebruiker heeft welk bestand geopend, van welke URL is het afkomstig geweest, welke andere applicaties waren er mogelijk bij betrokken. Ja, verder wordt het gedrag dat vertoond is door die applicatie, hè, gaat die bepaalde andere bestanden downloaden om meer voor elkaar te krijgen op dat systeem. Ook die bestanden kun je identificeren. Dus als je dat allemaal opslaat, krijg je eigenlijk voor jouw organisatie relevante bedreigingsinformatie, waarmee je dus heel effectief op termijn kunt gaan worden tegen ja, dreigingen die typisch voor jouw organisatie relevant zijn. Nou goed, als je al die data opslaat, kun je dus steeds sneller gaan acteren tegen verdachte gedragingen. En kun je jezelf steeds beter beveiligen door je ook je preventieve tools meer informatie te geven over wat voor jouw organisatie wel of geen normaal gedrag is. Nou, recent is de nieuwe NSS Labs rapportage uitgekomen, waarin ja, McAfee het toch wel heel goed doet. Je ziet hem hier helemaal bovenaan staan, aan de rechterkant. Dus eigenlijk moet je het lezen als heel erg kosteneffectief. En op het gebied van security scoort hij ook heel hoog. Waar de wat nieuwere jongens in het veld nog wat volwassenheidsperikelen kennen. Waardoor ze na herziening ietsje naar beneden geplaatst zijn, is McAfee gewoon een heel solide volwassen product. Zeker met de nieuwe Adaptive Threat Prevention module. Nou, wat moet je nou doen om dit ook te implementeren binnen je organisatie? Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te upgraden naar NS10, in dit geval NS10.5. Wij hebben daar bij Dearbytes een upgrade package ontwikkeld, waarmee we eigenlijk binnen een dag je omgeving klaarmaken om de migratie te maken naar NS10. Verder is het belangrijk om uit te breiden met Endpoint Threat Defense Suite, of ETD. Daar zit dus Real Protect in, de machine learning component, Dynamic Application Containment, hetgene dat onbekende applicaties strenger bewaakt, zodat ze ongewenst gedrag niet kunnen uitvoeren. En tot slot krijg je de Threat Intelligence Exchange bij de server en de client om ja, die dreigingsinformatie te verzamelen en op termijn te gebruiken om jezelf beter te wapenen. Nou, indicatie van prijs is €1,21 per node. Dat is dan de leaseprijs per maand van het product. En omdat wij zelf heel enthousiast zijn, eigenlijk vinden dat iedereen die de mogelijkheid heeft om over te stappen, dat we in ieder geval op onze upgrade package, om klanten ermee te helpen om die overstap te maken, 20% korting geven op onze upgrade package. En voor meer informatie kun je uiteraard terecht bij je account manager. Dan zijn we aan het eind gekomen.